Dale Evans, die natuurlijk deze tijdrit ook goed kende, Leo. Daar waar de slekjes hem helemaal niet echt verkend hadden van tevoren. Ja, ik heb het nog even nagevraagd. En, ze schijnen hem van tevoren niet gereden te hebben. En vanmorgen was het natuurlijk een beetje spannend. Ze hebben in de auto achter Cancellara gezeten. Klopt niet? Nee, ze hebben wel het parcours verkend op de fiets. En daarna heeft Andy Slek nog in de auto bij Cancellara gezeten. Nou ja, dat is alleen het omdraaien. Als je me uit had laten praten, had ik het andersom gezegd. Nee, je begon. Maar ze hebben dat niet op de fiets hadden verkend. Dat hebben ze nee, wel. Jawel, dat hebben ze wel gedaan. Maar ze zijn eerst in de auto geweest. Dit niks goed, al die Slek, hè, bij jou? Nee, dat gaat niet om Andy Slek. Het klopt nee, niet. Nee, maar we bedoelen maar allebei hetzelfde. Het zijn lange weken geweest, Danny. Is middags commentaar en s'avonds op tv. Maar Raymond Kerker stuurde vandaag een bericht. Ik wil het best even verklaren voor jullie allemaal. Want jullie denken allemaal dat ik in de afzeikmodus zit. Dat is helemaal niet waar. Nee, helemaal niet, joh. Want mijn man heeft toch een gele trui, of niet dan? Ja, maar dat vind ik goed. Ja. Maar hoe zit dat nou uit die slecht? Maar Raymond Kerkers die had verkeerde informatie gekregen van Luxemburgse journalisten. Ze zouden het parcours niet verkend hebben op de fiets. Later heeft Leppert dat ontkracht. Hebben ze gezegd, we hebben wel het parcours verkend met de fiets. En Andy is nog achter Cancellara aangereden in de auto. Maar ze heeft er alles aan gedaan. Ze hebben niet weken van tevoren een keer al bekeken hoe dat was. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Nee, maar dat hoeft ook niet. Kijk. Nou. Maar Cadel Evans had hem al gereden in de Dauphiné Libéré. Ja, maar zij reden de Ronde van Zwitserland. Dat is een andere koers. Dus, ja, dat begrijp ik inderdaad. Maar dan, nou, ik denk wel dat het een voordeel is dat hij toch op volle snelheid in een wedstrijd een keer gereden heeft. Maar ik denk dat het niet uitgemaakt had. Maar het nee, dat had, niet, dat had misschien 10 seconden uitgemaakt, maar geen 2 minuten. Ik krijg nou eens de retraf van de jury door, Danny, of jij straks even langs de dopingcontrole wilt. Want ze hebben het vermoeden dat... Ik weet niet wat het is, maar... Ja. Gelukkig gaat het hier aan deze kant goed, want je had je erop voorbereid. Hè? Je was even bang dat het uit de hand zou lopen met Johan, maar je hebt erop voorbereid. Ja, maar echt, kijk joh, ik denk, want je slaapt mij altijd op de kop. En ik denk, als je me nou nog een keer slaat, dan sla ik terug, hè. Dan sla ik terug. Maar hoe maak jij erop naaien, joh? Nee, joh, doe nou rustig aan. Ik neem alle adviezen van jou. Je hebt helemaal meer dan naast je gezeten. Dat was alleen een probleem. Nee, daarom gaat helemaal goed. Nou, in een deppie met die slacks. Want dan weet je nee, hij niks, zit in een euforie natuurlijk, want hij zegt dat Cadel Evans is zijn man. En nogmaals... Ja, maar pas op, hè, want kijk, Andy Slek, die stuurt een tweet. Ik ben verdorie 2 keer in een uur gecontroleerd door de dopingcontroleurs. En Pat McQuaid, de voorzitter van de UCI, die stuurt een tweet terug de wereld in. En die zegt van, er is misschien ook wel reden toe, beste Andy. En dat is wat jij eigenlijk bedoelt met die column waar je niet zoveel over kan zeggen, maar dat het vermoeden dat er met doping iets aan de hand is. Wanneer is dat geweest dan? Zou ja, maar dan deze tour, hoor. Dan dus, is die Pat McQuaid gewoon een waardeloze kerel. Ja, dat kan. Dat kan. Is dan gewoon een waardeloze zak graas. Weet je wel? Nee, echt waar. Want dan kom ik even voor Slek op. Als iemand die de baas is van de hele wielerunie. En daarom als die een tweet de wereld in durft te roepen en gewoon daarin Andy Slek durft te beschuldigen. Nou, moet die vent. Ja, man. Kopje eraf. Ben je nog helemaal bedonderd? Dat kan toch niet waar zijn? Nee, jongen, kom nou toch op. Ja, het is wel zo. Dat kun je toch niet zeggen? Nee, als iemand gewoon. Je kunt toch niet zo iemand maar veroordelen? Als je de hoogste baas bent van de wieler, dan gaan ze dan maar een tweet de deur uitschoppen en zeggen van ja. Ja, maar Andy slingert het wel zelf aan, hè? Jongen, die mannen worden toch gecontroleerd iedere dag? Of ben ik nou gek? Hij zit er twee keer in een uur gecontroleerd. En die man zegt erop van, misschien zou er wel een reden voor kunnen zijn. Nou, misschien zou er een reden voor kunnen zijn, toch? Ja, maar dat vind ik gewoon... Dan ga je de boel insinueren en dan ga je Andy Slek verdacht maken. Dat mag jij... Als je het hoogste baas van de UCI bent, dat mag je niet doen. Dat is meer, hoor. Als je zo zeker reageert op die... Van, hey, er is misschien wel een reden voor als de grootste baas dat zegt. Ja, dat is wel een beetje link, Gerro, vind je of niet? Ja, maar dan ben de hoogste baas, mag ik dat niet zeggen? Nee, dat ben ik met je eens. Ja, daar ben ik ook met je eens. Daar ben ik je 100%. Dan is Danny weer alleen. Nee, maar goed, ik bedoel... Nee, helemaal niet, hoor. Ja, nee, maar dat wou je dan niet zeggen, Danny? Nee, ik vind dat UCI dat niet mag zeggen. Ja, nee, bedoel, maar hij voelt zich, van de nee, maar McQuaid voelt zich geroepen om daarop te reageren. En dat Slek die doet dat zelf. Ja. Hij zegt dat. Hè? Dus, en McQuaid die voelt zich geroepen om daarop te reageren. Nee, maar als je toch 1 keer per uur gecontroleerd wordt, dat zal toch wel voldoende zijn? Nou, dan hoef je toch geen 2 keer per uur. Maar wacht even, maar Leo, die gasten die zijn allemaal... Ik heb nu niet over Andy Slek, maar er gebeuren hele vreemde dingen in de wielersport. En als je dan gecontroleerd bent en je denkt dan van... Nou, ik heb nou het vrijbriefje, omdat ik de hele avond niet meer gecontroleerd word... En je denkt dat je dan nog wat kan uitspoken. Nou, dan komt er misschien 2 uren nog later. Het is misschien een waarschuwing. Ja, maar dan word je volgende dag toch gecontroleerd, joh. Er kan toch geen middel bestaan na een paar uur dat weten dat wij niet meer gevonden kan. Ja, maar dat weten wij niet. Kolepnov die heeft ook alleen maar een vochtafdrijvend middel gebruikt. Het is wel positief.
He, dus wij weten niet waarom hij dat gedaan heeft. Of hij daar harder van gaat fietsen, dat is nog maar de vraag. Maar hij is wel positief. Maar we weten niet wat die renners uitspoken. Je zegt eerder in uitzending, ik spreek nooit over doping en nooit over amoureuze zaken. Maar dat zou daarmee kunnen te maken hebben, wat jij nu net... Nou, kijk, dat zijn natuurlijk... Heb je al doorgelicht nou? Ja, dat wil ik dan ook wel weten. Ja. Nee, maar ik vind dat als je op een moment... dat als jij zo'n tweet de wereld instuurt... He, dus ik word nou voor de tweede keer gecontroleerd, dan heb je de sympathie. Ook mijn sympathie, ik vind dat flauwekul. Maar tot, als McQuaid dan reageert van, ja, maar wacht nou eens eventjes. Er was misschien een reden toe. En dan wil ik best nog eventjes herinneren aan de dopingindex die nog niet zo lang geleden in de krant gestaan heeft. Dat scoorde Slack best ook, hoor. En dat wil ik niet gaan insinueren, maar ik denk dat je daar toch... Maar dat doe je nu wel eigenlijk, maar en dan gaan we proberen. Dat je daar vraagstekens bij kan zetten soms. He, dus, dat is het ene, na het andere. Ja. Nee, maar Leo, zei net waar. Jij zegt van die Slack heb je nog nooit gezien met een vrouw? Nee. Waar bedoel je van, Gert? Wat bedoel je nou, wil je zeggen? Zo ging het Jolingen. Laat ik het zo zeggen, met een vaste vrouw. Hij heeft geen vaste vrouw. Oh, geen vaste vrouw? Ik zie nu allemaal op Twitter allemaal van die mensen die allemaal zeggen dat ik zeg dat hij homo is. Hij is helemaal geen homo, hoor. Dus wat is allemaal voor vrouwen? Oh, dan heeft hij wel geflikt met een andere vrouw. Ja, dat heeft hij ook gedaan, ja. Ja, maar kan dat niet zeggen? Weet dat, maar die durft dat niet te zeggen. Maar hij weet exact dat het zo is. Ja, maar dat is helemaal niet aan de orde. Wat is daar nou zo erg aan? Ja. Wat doe je met andere vrouw? Ik snap dat niet. Snap jij dat? Ja, ja. Je houdt toch op. Ik snap dat niet. Maar ik begrijp niet. Nee, maar als je geen vrouw hebt, dan kan je toch nooit met een andere vrouw iets flikken? Nee, maar ik begrijp daarom dus juist. Uit dat het gebeurt. Want dan is het geen andere vrouw. Kijk, we hadden vorig jaar hadden we met Chelsea John Terry, die het deed met de vrouw van Wayne Bridge. Nou, daar lag heel Engeland over. Zoiets was het. Ja, jongen, dat is een hele mooie is, jongen. Dan heeft hij toch gelijk gehad. Ik bedoel, als je dus ploegmaten van elkaar bent. Hè? Vind je dat als je ploegmaten van elkaar bent, dat je het kan maken? Dat je met de vrouw van je ploegmaat... Was dat een ploegmaat? Nee, dat kan niet. Dat geloof ik niet. Nee, dat kan niet. Nee, joh, was een van een andere ploeg. Van een andere ploeg, zeg jij. Dat mag het wel. Ja, tuurlijk. Beetje onrust, toch? Beetje onrust, toch? Zeker. Ja, het blijft een aparte story. Was het niet Evans' vrouw, hè? Ja, die was het. Vast. Nee, dat was niet de Evans' vrouw. Nee. Maar goed, we komen steeds verder bij... We komen dichterbij. Ja, nou, we zijn er volgens mij wel. Weet alles? Nee, maar kijk, ik ga natuurlijk niet de naam noemen van die renner en die vrouw. Kom op, die zijn nog altijd samen, dat kan niet. Dus dat kan je niet doen. Maar oké, het is inmiddels duidelijk wat er allemaal aan de hand is. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Jij hoeft niet nieuwsgierig, jij mag er zelf bij. Is dat dan de schuld van Eddie? Was je erbij, Leo? Ja, dat zegt hij. Ja, hij zag het gebeuren. Nee, maar is dat dan de schuld van Eddie? Oh. Die vrouw die zegt toch ook ja, nee, van die andere coureur? Ja, natuurlijk. Die is er toch zelf bij? Maar dan mag ik hem toch onsympathiek vinden dat je dat doet, of niet dan? Nee, hoor, dan vind ik die vrouw van die andere renner onsympathiek. Nee, ik niet. Nee. Ik niet. Jij kan niks aan doen. Ik krijg een heel apart beeld van deze rennersport. Ik ben ook hoogst verbaasd, hoor. Maar... Ja. Is dat zo? Ja. Dat hij dat gedaan heeft, bedoel je? Of dat je... Ja, dat een discussie moet zijn. Dat je het met de vrouw van een collega doet. Nee, maar jullie vroegen mij waarom ik hem onsympathiek vind. Nou, nu heb je een reden waarom ik hem onsympathiek vind. Het was toch niet je eigen vrouw dan? Of? Nou, luister, laat ik je nou even uit de bron halen. Weet je probeert nou heel leuk te zijn van Vliet, maar ik kan nou heel iets onaardigs gaan zeggen over jou. Dat doe ik jongens, niet. Kom op. Nee, dat doen we niet. Nee. Maar je moet mevrouw er even uitlaten, even buiten laten. Sorry. Nou, dat is geaccepteerd. Maar jij weet exact wat er gebeurd is. Je speelt nu de onschuld. Ik ga het niet zeggen. Ja, ook om die vrouw en die jongen te beschermen. Ik vind het onsympathiek. Ik hoef dat niet in de hele wereld te roepen. Er is iets gebeurd met een andere vrouw van een andere wielrenner. Ik vind dat onsympathiek. Klaar. Ja, maar dat heeft toch helemaal niks te maken met het wielrennen of weet ik het. Jawel. Wel. Ik mag hem natuurlijk toch onsympathiek. Nee, maar goed. We hebben het volgens mij redelijk boven water gekregen wat er allemaal aan de hand is. Ja. Als Danny dat zo voelt. Ja, dan mag je dat zo voelen? Wel mee. Die opgeklopt zijn of groter geworden zijn, die waren gewoon zo. Het was een aparte uitzending. Leo, ik wil je bedanken. Ja, en succes met de selectie. Ik ga straks even gezellig wat drinken met Danny. Ja, doe dat. Ik ga gewoon lekker slapen. Nee, maar goed. We maken het allemaal niet te persoonlijk, toch, hoop ik. Nee, natuurlijk niet. Nee, zou ik niet zeggen. Dat is allemaal niet nodig. Ja, je wordt net even link, moet ik zeggen dan. Maar moet niet over mevrouw beginnen, want dan ga ik hem in de wind zetten. Gert, geef wel die handschoen even van die kant over door. Ja, kom zie je maar. Ja, dat is misschien wel handig inderdaad. Hier, joh, kijk, dan kun je daar, alsjeblieft. Hier, die is dat voor straks. Ik heb er nog één. Dan kun je lekker even boksen met elkaar. Doe je best. Heel goed, joh.